De banketbakkers van de Nijmeegse patisserie Strik werden vrijdagochtend verrast door het landelijk gilde van de betere banketbakkers. Ze kregen de prijs voor het beste banketbakkersijs van Nederland. Voor het ingezonden hazelnoot-roomijs en frambozen sorbetijs. Ja, kijk even. Daan heeft het ijs gedraaid. Hij is eigenlijk dit jaar pas begonnen met het ijs draaien. Daan studeert. En is daarnaast helpt hij veel mee in de zaak. En juist dit jaar is hij met het ijs. Is hij begonnen met ijs draaien. Hij kwam met de wedstrijd. Ik had er niet van gehoord inderdaad. Onder het motto van laten we toch proberen, zijn we wat smaken uit gaan proberen. En moesten we twee smaken indienen. Framboos en hazelnoot. Dus zijn we een tijdje aan de slag gegaan, wat dingen geprobeerd. Het ene vonden we lekker dan het andere. En uiteindelijk kwamen we bij deze twee recepten. Strik heeft gewonnen omdat ze echt de perfecte balans tussen niet te zoet, echt fruit in de frambozenhuis. Dus geen toevoegingsmiddelen. Een fantastisch heerlijk ijsje. Nee, we werken met verse producten. Alles uit de bakkerij. We maken alles zelf. We proberen alles zo vers mogelijk te maken. Dus dat is het geheim achter ons ijs. Ja. We hebben er wel net iets bij gedaan waarvan wij dachten, nou dat is onderscheidend. Een heel klein krokantje zat erin. Okay. Een frambozen krokantje. Ja, het was heel spannend, dus de top eindigde heel dicht bij elkaar. Het zijn echt dan details hè, die uiteindelijk dan maken of iemand de prijs wint of niet. Nou, we zijn de hele familie die helpt hard mee en iedereen houdt ervan. Dus iedereen proeft wel en geeft zijn mening. Het ene is altijd dan beter dan de andere en zo komen wij wel tot het beste uit. We doen het met z'n allen en mijn zus helpt mee, mijn vader en moeder, ik dan. Mijn kleine zusje die is ook nog af en toe erbij. Dus we doen het echt met z'n allen, ja. Ja, echt zo heerlijk. Het is onvoorstelbaar dat ze dat hier er nu bij doen en ook gelijk met een koffiecorner. Maar de andere smaken ook heel erg favoriet, vooral bij mijn schoonmoeder. Het citroeneisje. Zo. Ja, altijd het citroeneisje hier van Strik. Zo lekker. Ja, echt mooi. Heerlijk.